Hoe doe je nu je eerste btw-aangifte? Als het goed is heb je een brief gekregen van de Belastingdienst met erop de tijdvakken waarover je aangifte moet doen. In deze brief staat dan ook hoe je je eerste btw-aangifte moet doen. Het kan zo zijn dat je nog lekker ouderwets je btw-aangifte op papier moet doen. Het kan ook zo zijn dat je de eerste btw-aangifte al wel digitaal kan indienen. Als dat het geval is, log dan in op mijn Belastingdienst zakelijk. En als je een eenmaal zaken hebt in Nederland, dan log je in met je DigiD. Een tip, maak gelijk een koppeling tussen bijvoorbeeld e-boekhouder.nl en dan de Belastingdienst. En daarmee kun je je btw-aangifte direct verzenden naar de Belastingdienst. Dus dan hoef je niks meer over te typen in het aangifteprogramma. En dan kun je ook lekker makkelijk direct betalen via iDEAL. Let wel op, als je net bent gestart als ondernemer en je hebt nog geen omzet gemaakt, doe dan wel je btw-aangifte. In dit geval is je omzet gewoon 0 euro. Het kan ook zo zijn dat je wel kosten hebt gemaakt waar je dan btw van kan terugvragen. En als dat het geval is, dan krijg je zelfs geld terug. Wil je nou meer tips over je btw-aangifte? Download dan onze handreiking btw-aangifte, waarin de btw-aangifte stap voor stap wordt doorgenomen. En deze is beschikbaar via thehappyfinancial.com/ebooks.